Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering. Oh, wacht, voordat het een gloednieuwe aflevering is, ik wil eerst een souvenirwinkel Waddle die iets tegen ons zeggen. Nee. Zin in een leuk... Ja, weet je wat? Fuck it. Laten we kijken, wat is Magoland? Blijkbaar wel. Maar in ieder geval welkom bij een nieuwe aflevering van Kirby en the Forgotten Dreamland? Nee? Nee, Return to Dreamland. Return to Dreamland. In ieder geval iets met de Dreamland. En volgens mij heeft Magolo een flink ego. Kijk eens even naar het standbeeld. Iets met zijn vrienden, een magische plek waar 4 vrienden samen van attracties konden genieten en souvenirs konden verzamelen. Magische poeder. Waar is mijn vlammenwerper? Ik word dit park in de fik steken. Dit zit ook niet in de oorspronkelijke game, dus ik heb geen idee wat dit is. Ik heb zoiets van, laat ons met rust. Welkom in magische Magolor, ja, je kunt hier... Oké, mini-gamees. Een stempeljacht. Is er niet gewoon een soort van minigame mode, net als bij waarschijnlijk Mario Party? Nou, vergeet niet om straks even langs te gaan, hartstikke leuk. Veel plezier met mooie attracties, weet je wat Magolor? Je kan de bal wel. Je kan... Nou... Oh, we krijgen ook abilities, oké. Ah, dus als je een boss hebt verslagen, dan komt hij ook hier terecht. Oké. Met een nieuwe masker. Weet je wat? De ballen. Ja. En je mag ze zelf laten vallen. Ja, ik denk alleen hier... Het zou wel geinig zijn als we die maskers op kunnen doen, maar... Oh, dat was ik, sorry. Nee, dat was ik. Ik drukte. Nu zie je ook dat je ook dingen kan zien. Blijkbaar kan je dus een teamaanval doen, oké. Ik dacht van, hey, misschien kunnen we die maskers nu opzetten, maar dat kan alleen maar in magische Magolorland. Ja, dat hadden we niet moeten vergeten natuurlijk, dat we daar helemaal kan. Ik voel nog steeds zo onnatuurlijk om in de knop te springen ofzo. Deze dude is bom. Oh, als je hem... Net te laat. Sorry. Maar niet. Ik had hem al gekeld. We komen hem vast nog wel een keer tegen. Ik ben lui, draag me. Ja, ik heb een haat, ja. Als je meerdere abilities pakt, dus van verschillende mensen, krijg je een random roulette. Die wou je heel graag, toch? Ja, die wou ik heel graag, maar je zag ook wel abilities die we al nog niet konden krijgen op dit moment. En soms heb je geluk en krijg je abilities die je niet eens kon krijgen in de map. Oh, echt? Ja. Dat is wel grappig. Dat is echt voor random uit alles wat er bestaat. Ja. Oh, dat is wel vet eigenlijk. Mm-hmm. Maar dan heb jij echt wel de kutste bug die er is. Ja. Oh. Oh, die wel, hoor. Ja, die wou ik. Zeg, hallo tegen bom. Wat kan bom doen? Ja. Even bom. Die kan deze ding openen. Ja. Maar jij ook, dus. Ja. Enjoy de bom. Dus ja, bom is letterlijk alleen maar gooi bommen. Je kan ze naar boven gooien, je kan ze naar beneden gooien, je kan ze vasthouden. Maar ja. Dus zie je, ik heb deze proberen in te ademen en dan verandert hij in zo'n monster. Nee, hier is niks. Je wou het proberen, hè? Nou ja, maar vaak als je naar beneden gaat, kan je hem nog wel vaak iets zien. Ja, er zijn zoveel games waarvan ik denk van die wil ik echt nog wel een keer spelen, maar... God... Het is soms gewoon kloot dat legacy support vaak niet meer een ding is in de huidige console generaties. Legacy support is? Dat oude games beschikbaar worden op nieuwe dingen. Zoals bijvoorbeeld de virtual console op de Wii U. Of de rare
NSO dingen die we nu hebben. Waarom zijn dus, waar? De, bijvoorbeeld de game, dat we de Game Boy Color kunnen spelen op de Switch, die dingen. Ja, oké, okay, we kunnen wel Nintendo 64 spelen. Nee, die wou ik niet. Yeah. Oké, okay, welke minibos hebben we nu? Oh, we hebben watergabbels, dus we hebben zo meteen water weer. Ja, mag jij dat doen, ja? Ja, prima. Oh, dank je, Magalor. Kom eens hier. Wauw, wat. Wow. Wee! Kijk eens even wat ik kan. Jojo. Ja, zo heeft iedere vaardigheid ook nog soms een puzzel gecombineerd met hem. Ja, dus, puzzel zou ik het niet willen noemen. Noem het maar een gimmick. Ja. Oké, okay, dat kan ik niet stoppen, jong genoeg. Dit is echt een game. Weet je van wie dit een game is? Voor Sander? Ja. Het hoeft heel niet te rentje. Nou ja, als je op deze game gaat rentje, dan is er echt iets mis met je. Dan is het echt een scratch. Ja, nou, ik ben hem al verloren en ik ben dood. Ik ben geraakt. Een roepie! Ja, ik ben ook onzichtbaar. Kijk dan. Hoor je ook? Hij kijkt ook hier doorheen. Wat dan? Oké, ik vind deze game wel beter in elkaar zitten dan Kirby. Kom op deze kant, heb je een geheime tunnel. Geheime tunnel! Deze game zit wel beter in elkaar dan Kirby Star Allies, naar mijn mening. Ja, maar dat is op zich ook niet zo heel gek. Waarom is het niet leuk? Deze wordt over het algemeen ook beter gezien dan Kirby Star Allies. Want Star Allies is nog... als je deze difficulty hebt, doe dan nog 3 of 4 lagen makkelijker. Ja. Enige voordeel van Kirby Star Allies is dat je die allies had. Die je kon controleren. Maar ja, het is echt, die is voor groot deel gewoon gebaseerd op deze game. Maar ja, dit werkt en speelt gewoon... een stuk interessanter dan Kirby Star Allies. Yep. Oh, ja, het wel. Whee! Nou, wat een anticlimax, hè? Nog een anticlimax. Ik vind alleen dat dit wel wat minder lang hoeft te duren. Ja, het is ook een beetje afhankelijk van welke vaardigheid je hebt, hè. Ja, deze valt op dit moment. Gelijk met die ik net had. Ja. Die bal duurt even, vuur duurt ook even, maar ja, het zijn gewoon animaties, want ze willen het ook gewoon even spectaculair maken, hè. Ja, maar dat is fijn. Het is wel leuk dat het elke keer een andere mes is. Mm-hmm. Dat vind ik wel hoor. Rift. Ratchet & Clank, Rift, apart. De Ratchet & Clank schijnt ook best leuke games te zijn. Ja, ik heb eentje boven liggen. De originele of? Rift apart. De nieuwste. Een van de weinige PS5 exclusives die nog steeds er van zijn. Ik vond dat ze geen nieuwe Uncharted game gaan maken. Nou ja, deels dat. Andere deel is dat heel veel andere dingen... Langzaam zeker ook op de PC uitkomen, want Rift Apart komt ook op de PC uit. Echt? Ja, voor mij is die al op de PC uit of moet die nog komen, maar... Dus ja, er is langzaam zeker steeds geen reden meer om een PS5 te halen. Ja. Als je geen PS4 hebt gehad. Kijk, ik heb geen PS3 of PS4 gehad. Ik ben gewoon niet meer. Ja, dat weet ik niet. Maar ik heb geen PS3 of PS4 gehad, dus dat maakt voor mij niet zo heel veel uit dat ik nu een PS5 heb. Maar dan kan ik tenminste allemaal Kingdom Hearts games spelen op gewoon die PS5. Ja. Met versnelde laadtijden ook nog, dus dat is helemaal mooi. Nou, welke wil je? Je kan kiezen. Deze.
Oké, dan neem ik het zwaard. Nou, je weet welke dat onze grote vriend hier weer is. Jouw vaardigheid is het beste, want ik stort iedere keer ten aarde. Kom op, sta eens even stil, man. En dan. Lekker bezig. Hoppakee. Nice. Wee, wee. Hoppakee. Hoppakee. Next. Next. Haha. Nog steeds 3. Nou, weer een extra leven erbij. Want we hadden niet al te veel. Ja, precies. Nee. Maar ja, dit is level 4, dus dat betekent volgende is de baas. Ja. Staat ook zo mooi bij, baas. In het Nederlands. Davende Blaspers. Nou, hartstikke mooi voor die Davende Blasters. Hebben we hier nog iets? Nee. Nou, kun je nog kiezen voor power-ups? Ja of nee? Of mogen we het doen met een zwaard en een boemerang? Oh, we mogen kiezen. Wat wil je? Ik doe het wel met de boemerang die ik nu heb, denk ik, of niet? Ja, ik neem water. Ik weet niet eens of het goed is, maar we zullen zien. Ja, we hebben een hand, we hebben een kop en we hebben een genie. Die is cool. Die is heel cool. Die is de Jupiter. Ja, water was inderdaad hier het beste voor. Sta mooi even stil. Moet je nagaan. Als je met z'n vier spelers doet, dan komt hij ineens in fase 2. Ja. Wee, wee, wee. Nou, het was weer zeer moeilijk. Ja. En toen hadden wij vleugels. Nou, dat is fijn. Nou, ze zijn wel blij. Ja. En als Kirby blij is, zijn wij blij. Is dat zo? Nou, heb je die dingen gehoord? Ja. Geheime vleugels. Hoppatee. Maar dat is maar één. We moeten nog een vleugel. Nog een vleugel. Hey Megalo, waarom weer? Laat ons maar doorgaan naar wereld 3. Het is je gelukt! Ja, mijn starcutter. Ja, heel goed. Ja, helemaal prima. Wil je nog een ability voordat we verder gaan of kunnen we gewoon direct door? Nee, laten we lekker door. Wij gaan door. Nee, nou, we hebben nu pudding gehad, we hebben oliebol gehad. Wat denk jij wat het volgende gerecht is? Pizza plantsoen. Pizza plantsoen. Nee, het is zoet, denk ik. Dus, sorbetstrand. Papaya paradijs. Nou ja, komt aardig in de buurt met sorbet. sorbetstrand. Nou, dan hebben we Attendant Waddledee weer, maar die negeren we dit keer, nee. Want fuck de Waddledee. Ik hou altijd van strandlevel A, B,
die wil ik niet eens. En kijk wel rond voor een nieuwe ability. Ik haal altijd van strand levels in games, maar niet uit in wat voor games. Kijk, dit is toch leuk? Fantastisch. Oh. Ja, gelijk. Oh. Zo. Die vriesvreem is jammer aan mij. Oh, wat is dit? Nee. Ja, maar dat was... Nou, die een sneeuwpop nou. Daar had ik ook hetzelfde met 3D World. Dat is gewoon soms gewoon ongelooflijk kloten. En nu ben je nog maar met z'n tweeën, maar als je met z'n vieren bent, is het normaal waardeloos. Ja, maar gelukkig ga je niet zo vaak dood in deze. Nee, dat is waar. Nee. Verdomme. Ik had... Kwijt. Ja, ik werd geraakt door... Heeft die nog iets voor jou misschien? Hey, ja, bom. Heb ik niet verwacht. Kijk, wat we ook niet langs maar zeggen kunnen doen, is dingen overslaan wat we die zo vaak hebben gezien. Ja. Ja, het was nog niet makkelijk genoeg. Die ster killt onze enemies. Ja, ik wil toch even, iets praktischer dan bom, want bom is toch altijd even... kloten. Ja, ik bepaal het tempo, hè, dus... Ja, dat heb je nou. Prima, we stotten wat een adem. Speedrunnen die game gewoon. In principe. Ja. Even kijken, geef me dit iets? Ik denk het niet, maar... Die zijn heel cute. Ja, dit wordt het. Nee, geef niks. De waterstaart is voor Gen 10. Nou ja, ik zou het tevreden zijn. Woo! Tornado, let's go! Jij kan ook een tornado pakken. Ja, ik ben al een tornado, jij kan ook een tornado pakken. Oh! Lol, ik zit niet in de tijd. Ja. Vandaar dat hij niet reageert op wat ik deed. Ah, we hebben wel weer zo'n power-upje gekregen voor, of zo'n ticket gekregen voor het circus. Die wil je, hè? Oh. Nee, net gekillt. Dat is het enige nadeel, dat je niet echt goed kan mikken in de lucht. Oh. Wauw. Ja, ik ben hier gewoon heel gezet. Dat snap ik. Ook omdat Kirby ook zo zielig naar beneden keek. Oh, die had ik willen opeten. Speer. Ja. In principe is kan Speer dit doen. Gooien. En ik kan nog een combo mee doen. Allemaal hartstikke leuke dingen, hartstikke fijne dingen. Maar? Ik prefereer... Ja, ik prefereer toch altijd zwaard. Ik weet niet waarom. Ja, yo. Mecca, let's go. Holy shit, die is fucking OP. Die is super OP. Of vergis ik me daarin? Ja, volgens mij is deze ook nieuw in deze versie. Was hij niet in de oorspronkelijke. Want je had ook later Kirby Planet Robobot of Roboplanet. En dan kon je in een mech spelen. Volgens mij vonden mensen dat zo leuk dat ze deze hebben toegevoegd als extra power-up. Oh. Oké, dat was ook echt een game, zeg maar. Ja. De 3DS had heel veel Kirby games. Okay. Ja, want Kirby was ook helemaal van Miyamoto, is dat toch? Nee, het is van Sakurai. Ja. Dat is helemaal zijn kindje toch? Ja. Nee. Doe er niks mee. Hey. Nou, wil je de megabom? Je krijgt geen keuze. Ik krijg... Oh nee. Sneeuwbowling. Enjoy.
Oh nee. Dat viel vies tegen. Nou ja, ik kan het oké doen, hè. Omdat je het kan spammen, hè. Ja, pas je op dat je in het gat valt. Ja, maar dat gaat veel te snel, dus... Ja, je moet de laatste stuk even kapot maken. Oh, daar zit de rift in natuurlijk. Ja. Toch? Geen rift? Hebben we de rift gemist? Het kan natuurlijk zijn. Nee. Er is hier denk ik geen rift. Dat zou kunnen. Want er is ook geen eindstation. Het kan natuurlijk over zijn dat we misschien naar links moesten. Toen we het beginstuk hadden, maar ja. Oh, nee, dan hebben we dit nog. Ik kan hem nog bouwen. Ja. Ja, zie, ik moet wel snel gaan, want ik kan jou niet bijhouden. Ja. Oh, maar wat is dit nou? We hoeven het niet eens af te maken. Ja, ik zit nu vast in jou. Oh, echt? Ja. Wow. De sneeuwbal absorbeert alles. Mm-hmm. Nou, en nu heel rap, want nu komt hij van boven. Hallo? Je hebt ook echt een invisibility frame van nu. Ja. Ja. Zoals ik zei, deze game is piss easy, man. Ja. Het is gewoon leuk. Het is tenminste beter qua invisibility frames dan Mario en de Golden Coins. Ah ja, dan waren er niet eens invisibility frames. Nee. Hij was er weer. Oh ja, maar als we naar boven hadden geschoten was het ook goed geweest. Oh, dus ja. Oké, wat wil je? Tornado of zwaard? Oké. Nou, goh. Hij kiest wel de juiste plek uit hiervoor, hè? Vuur in een oceaan. Kijk hoeveel damage we hebben gedaan. Ja. There we go. Hoppakee. Nou, we hebben er waarschijnlijk eentje gemist. Ja. Ja. Nou ja. So be it. So be it. Zo, hebben we weer een leveltje gehaald. Mhm. Oké, volgende level. Nou, dat denk je wel, maar het is alweer tijd. Is de tijd op? Ja. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe even een duimpje omhoog. Dan zie je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.